arbeid. Dat is een belangrijk ding. Werk in uitvoering. Kortom, we gaan van start. Deze twee paren verrichten duidelijk arbeid. En waar hangt die arbeid allemaal van af? Wel, het is duidelijk dat als je nu één paard hebt of twee paarden, dat je dan wel verschillende arbeid hebt. Twee paarden kunnen nu meer arbeid verrichten dan één paard. En waar hangt het van af? Dat hangt af van de kracht. Twee paarden, een verdubbeling van kracht, een verdubbeling van arbeid. Maar niet bij kracht alleen. Er is nog een ander iets wat arbeid beïnvloedt. En dat is de afstand die de paarden afleggen. Als ze halverwege het land stoppen, of ze doen het hele land, dat betekent ook wel of niet een verdubbeling van de arbeid. En in de natuurkunde is dat de verplaatsing. Dus kracht, F, en verplaatsing, S. En die leveren samen dus de arbeid. Het symbool voor arbeid is de hoofdletter W van het Engelstalige woord work. En kracht en verplaatsing zijn beide even belangrijk, dus arbeid kun je berekenen met kracht maal verplaatsing. Let dus op dat als je een kracht uitoefent, maar er is geen verplaatsing bij, dus bijvoorbeeld je duwt tegen een muur aan en die muur verplaatst zich niet, dan verricht je ook geen arbeid. Je kunt dus weliswaar misschien wel moe worden van het geduw, maar arbeid verricht je niet door. De eenheid van arbeid is newtonmeters. Newton, kracht, meter, verplaatsing. Newtonmeters. We zullen later ook zien dat in plaats van newtonmeter je ook als eenheid de joule kunt gebruiken. Maar joule, wellicht weet je dat nog, wordt vooral voor energie gebruikt. Nog twee dingen waar je rekening mee moet houden. Natuurlijk moet je een kracht hebben die constant is, anders weet je niet wat je moet invullen. En kracht en verplaatsing moeten in dezelfde richting zijn. Dus duw je naar rechts, dan moet je ook de verplaatsing naar rechts alleen meetellen. We gaan eventjes een voorbeeldje doen. Ja, we hebben een sleetje weer. Niemand trekt eraan, nee, hij zit mooi op mijn helling. En de zwaartekracht die zorgt ervoor dat hij lekker naar beneden gaat roesjen. Even een paar gegevens. 40 kilogram is de massa van de slee met jongen. En er is wel een beetje wrijving, namelijk 150 newton. Dus hij roest wel naar beneden toe, maar dat is niet te snel. De vraag is, hoeveel arbeid verricht de zwaartekracht als hij naar beneden gaat? Wel. Oké, even spul schematisch weergegeven. De slee, dat wordt een stip. De gegevens moeten natuurlijk wel bij, hè, de 40 kilogram en de wrijving van 150 newton. En gevraagd wordt dus nu de arbeid. Nou, arbeid, kracht maal verplaatsing. De kracht, dat is hier de zwaartekracht. En zwaartekracht is natuurlijk altijd loodrecht naar beneden toe. En die kun je berekenen met m keer g. M weet je, g de valversnelling, 9,81, althans hier in Nederland wel. En dan kom je dus op 392 newton uit. De verplaatsing, de afgelegde weg, wat is dat? Dan kun je zeggen, kijk die verplaatsing, hè, hier is een slee en die roest zo langs de helling naar beneden toe. Alleen de verplaatsing hier is niet in de richting van de kracht. De kracht is loodrecht naar beneden toe. Dus dan nemen we ook de verplaatsing loodrecht naar beneden toe. Dus dan ga je niet langs de helling, maar dan ga je loodrecht naar beneden toe. Dus dan krijg je de 5 meter. Want je moet in dezelfde richting als de kracht. Dus is S gelijk aan 5 meter. Invullen F en S. En dan krijg je dus 392 keer 5. En dan kom je op 1,96 kilonewtonmeters. Let op, drie cijfers significant. Dus alleen de verplaatsing meetellen in de richting van de kracht. Arbeid is dus alleen afhankelijk van de verplaatsing in de richting van de kracht. Oftewel, als ik hier twee balletjes heb en die laat ik naar beneden vallen. Het maakt niets uit of ze nou via een of andere rare constructie gaan of ze gaan gewoon naar beneden toe. Ja, let op. Daar gaan ze. Ja, en de ene gaat heen en weer en de andere gaat rechtstreeks naar beneden toe. In beide gevallen is de arbeid door de zwaartekracht even groot, want
De verplaatsing is voor beiden precies evenveel. Namelijk zwaartekracht maal verplaatsing, dus hier zwaartekracht maal hoogte. We gaan nog één terug naar het voorbeeld. Want zwaartekracht die hebben we gehad, zwaartekracht die verricht arbeid, kunnen we berekenen. Maar we hebben hier ook nog de wrijving. Verricht de wrijving ook arbeid? Dat is een vraag. Nou, wrijving is hier scheef omhoog. Ja, want wrijving is altijd tegengesteld aan de beweging. Beweging is scheef naar beneden toe, dus wrijving is scheef omhoog. En wil je die gaan berekenen, de arbeid? Arbeid is kracht maal verplaatsing. De kracht is dus dan die 150 newton, de wrijving. En de verplaatsing is een verplaatsing van de slee in dezelfde richting als de wrijving. Nou, de wrijving langs de helling, dus verplaatsing ook langs de helling. Ja, het is natuurlijk niet helemaal in dezelfde richting, maar ze zijn beiden langs de helling. Hoe bereken je S? Nou, teken maar een driehoekje. Ja, in een driehoekje heb je één hoek die 30 graden en die 5 meter is de overstaande rechthoekzijde. Overstaande rechthoekzijde en de schuine moet je weten, dan kom je op de sinus. Sinus is overstaand gedeeld door schuin. Invullen, de overstaande is 5. Schuine, dat is namelijk die verplaatsing S. En dus S is 5 gedeeld door sinus 30 is 5 gedeeld door een half. En dan kom je op 10 meter uit. Dus S is 10 meter. Maar zo net al gezegd, het is niet helemaal in dezelfde richting aan de wrijvingskracht natuurlijk. Het is eigenlijk net tegengesteld. Dus we zeggen niet S is 10 meter, maar S is min 10 meter. Nu heb ik kracht en verplaatsing. Nu kan ik invullen. En ik krijg tenslotte een arbeid van min 1,5 kilonewtonmeter. Min. Dus een negatieve arbeid is mogelijk. Sterker nog, wrijving die verricht altijd negatieve arbeid. Onthoud dat, wrijving verricht altijd negatieve arbeid. Even een zaak op een rijtje. Hoe bereken je arbeid? Ik onderscheid drie verschillende situaties. De eerste situatie is dat kracht en verplaatsing dezelfde richting hebben. Als dat zo is, kun je arbeid eenvoudig uitrekenen, want dan is arbeid F maal S. Als voorbeeld is bijvoorbeeld dat je een auto hebt en de stuurkracht, die is in dezelfde richting als waar de auto rijdt. Andere situatie is als de kracht en de verplaatsing tegengesteld zijn. Tegengesteld, dan kun je de arbeid ook berekenen, bijna op dezelfde manier, alleen er komt een min teken voor, dus dan is de arbeid min F maal S. En dat krijg je bijvoorbeeld als een auto en een wrijving. Wrijving verricht altijd negatieve arbeid. En de derde, en die hebben we nog niet echt gehad, maar het is wel begrijpelijk, en dat is als F en S loodrecht op elkaar staan. En dit is eigenlijk de meest eenvoudige vorm, want hoe groot is nu de verplaatsing in de richting van een kracht? Nou, de verplaatsing is loodrecht naar beneden toe en de kracht gaat gewoon horizontaal. Dus is de verplaatsing in de richting van de kracht 0. En dus is de arbeid ook 0. En dat is dus bijvoorbeeld dezelfde auto en de zwaartekracht die verricht geen arbeid. Want de auto gaat niet naar beneden toe. Dat is op zich dus niet zo moeilijk. Oké. Stel je voor, ja, iemand die heeft een balletje in zijn hand, hij gooit hem omhoog en hij vangt hem weer op. Zo. Ja. Wat is de zwaartekracht hier aan het doen? Hoeveel arbeid heeft de zwaartekracht verricht? Denk eens eventjes na, hoeveel is dat? Nou, omhoog. Ja, we kijken eventjes wat daar gebeurt. De verplaatsing is duidelijk omhoog, maar ja, de zwaartekracht is naar beneden toe dus. Die twee zijn tegengesteld. De zwaartekracht is hier in feite een soort met wrijving. Kortom, de arbeid is kleiner dan 0, negatief. Hij gaat ook weer naar beneden toe. En als je naar beneden gaat, dan heb ik natuurlijk dezelfde zwaartekracht. En
de verplaatsing is ook hetzelfde, alleen de andere kant op. En je ziet dus wat er gebeurt. Nu zijn S en zwaartekracht hebben dezelfde richting. Oftewel, de arbeid die is groter dan 0. Oftewel, het totaalplaatje is 0. De arbeid is 0. En dat klopt natuurlijk ook weer, want de totale verplaatsing tussen het begin en het eind is ook 0. Ja. We gaan nog eventjes verder kijken, want behalve de zwaartekracht heb je natuurlijk ook wrijving. Hoe groot is de arbeid door de wrijving? Is die ook 0? Oké, we gooien hem eerst weer omhoog. Daar gaat hij. Ja, in dit geval, als je iets omhoog gooit, S is weer omhoog. En hoe is de wrijving? Nou, wrijving is natuurlijk altijd tegengesteld gericht. FW is naar beneden toe. Dus, arbeid is ook weer hier kleiner dan 0. Nu gaat hij naar beneden toe. En als een bal naar beneden gaat, ja, dan gaat S naar de andere kant toe. Maar de wrijving is altijd tegengesteld aan de beweging. Dus, ook hier zijn S en FW nog steeds tegengesteld. Oftewel, hij blijft kleiner dan 0. Dus, de wrijving, de arbeid door de wrijving, is zeker niet 0. Hij is en blijft altijd negatief. Maakt niets uit in welke richting iets beweegt. Ja, we kunnen niet weten hoeveel de arbeid is. Ja, dan moet je weten hoe groot S is en hoe groot de wrijvingskracht zelf. Maar ik weet in ieder geval wel dat die niet 0 is. Goed, dat was het weer. We gaan er een beetje vandoor. Lekker rusten en tot de volgende keer.